De wielerwereld is in één klap heel hard uit de winterslaap ontwaakt. Het motortje. Dat is het nieuwe woord. Is het motortje na de doping de volgende schande in het peloton? In 2013 ging er natuurlijk heel veel over EPO en zo. Hè. En wat ik daar interessant aan vind is dat wij in het wielrennen en in sport in het algemeen altijd kijken naar de mens. Hè. De urine wordt getest of het bloed en soms zelfs de haar. Maar die fiets, daar is altijd heel weinig aandacht voor geweest. Als ik puur persoonlijk kijk, word ik liever ontmaskerd als ex-EPO-gebruiker als dat ik met een motor zou hebben gereden. Dat is, wat is het? Ja, dat is Iemand komt op je hotelkamer, klopt op de deur, zegt ik heb een motortje. Niemand merkt het. Eerlijk gezegd, denk ik dat ik het misschien toch wel zou proberen. Voor hem is het leven na vorig jaar in te delen in voor Maxima en na Maxima. Want vooral nadat de wereld zijn schitterende jurk met cape zag die onze koningin droeg op de inhuldigingsdag, wordt zijn naam door de vrouwen van de wereld in gouden letters geschreven. Dat was in één keer natuurlijk een omschakeling en mensen die dus al klant waren, die in één keer toch in één keer die zenuwachtige vraag stelden van ja, nu ben je zo iets anders geworden voor de wereld, mag ik nog wel komen? En toen heb ik heel duidelijk gezegd, nee, ik ben van harte welkom en ik was blij dat je er was en blij dat je er bent. Hoeveel tijd zit in zo'n jurk? Voor de collectie over het algemeen stoppen we met tellen van uren, omdat het gewoon, dat is niet motiverend, ook niet demotiverend. En dat ik nu toch eigenlijk best wel trots wil zeggen van dit doen we. En hier zitten we met z'n allen vol passie aan te werken. En we hebben een heel goed team nu samen die dat ook met heel veel plezier doet. Ja, mag doen. De column van schrijver Peter Buwalde in de Volkskrant vorige week over de door hem aangeschafte Gretsch-gitaar, de Stradivarius onder de gitaren. Een liefdesverklaring was het aan de gitaar die zo heilig is dat je hem eigenlijk pas mag aanraken als je de gitaarpartij van Mystery Train kan strummen. Aan tafel 3 eigenaars, bespelers van de Gretsch, leerling dus eigenlijk, een groentje, Peter Buwalde, gevorderde Erik Corton en grootmeester, winnaar van de Boy Edgarprijs in 2010, Anton Goudsmit. Ik heb mezelf getrakteerd op deze gitaar. Ik dacht dat doe ik in het donker als niemand het ziet. Ja. Maar ik heb pronkelijk die column geschreven en nu zit ik hier. Dit is een hollow body. Dat wil zeggen dat je via deze F gaat. Hij is hol. Uh-huh. En hier zit een blok hout. En dat zorgt voor de sustain, waar we naartoe bij die Gibson ook over hebben. Dat is de tijd die een noot uitklinkt op een gitaar. Ja, deze gitaren die kun je laten zingen. Die kun je laten twangen.